Ja, laten we eerlijk zijn. We zijn aan het begin van de tweede seizoenshelft alweer. Dus dat betekent dat we al een half jaar achter de rug hebben. Jij als coördinator onderbouw, hoe kijk jij allereerst terug op het eerste half jaar van dit seizoen? Ja, we wisten natuurlijk dat we aan de voorkant een aantal uitdagingen hadden. Hè. We hebben natuurlijk een verhuizing meegemaakt. Maar ik moet eerlijk met jou zijn, Tim, als ik zeg dat ik vind dat we dingen fantastisch doen, man. Als we kijken welke visie we hebben over opleiden en het ontwikkelen van spelers bij Sparta. Dat is natuurlijk een unieke visie. En we hebben nu ook de mensen, zeg maar, die dat tot uitvoering kunnen brengen. En uiteraard zijn er altijd verbeteringen die moeten plaatsvinden. Maar daar staan we ook open voor en die omarmen we ook. Maar ik denk dat we in de basis hebben we echt iets geweldigs staan. En ik kan niet anders zeggen dan in het eerste half jaar waar we dus met die uitdagingen hebben moeten dealen, dat we dat goed hebben gedaan. Vorig jaar zagen we nog wel eens dat Sparta onder 11, bij wijze van spreken, tegen VVV Venlo thuis speelde. Dat zien we dit jaar niet meer. Jullie spelen echt nu tegen top amateurclubs in de regio. Hè? Ja. Dus de verre uitwedstrijden zijn inderdaad niet meer van toepassing. Ik denk dat we daarin een geweldige keuze hebben gemaakt. Bovenal staat de ontwikkeling van de spelers bovenaan. Dus de keuzes die we maken in de onderbouw, die zijn altijd gericht op het bijdrage leveren om een betere ontwikkeling voor de spelers. Niet alleen maar in voetbal, op voetbalgebied, maar ook natuurlijk in menselijk oogpunt. Want dat maakt ons uniek. Als we kijken naar de keuze die we nu hebben gemaakt in de regio, ja, dan kan ik niet anders zeggen dan dat de beste keuze is geweest. Als we kijken naar wat het nu brengt, zeg maar, in de ontwikkeling van spelers. We kiezen natuurlijk voor nu om met onder 11 en onder 12 te spelen, dus we spelen tegen een leeftijd ouder. Nou, als we kijken naar onze eigen jeugdspelers, die bijvoorbeeld geboren zijn in Q3, Q4, spelen tegen spelers van onder 12 die geboren zijn in Q1, Q2, scheelt het soms zelfs 2 jaar. Ja, en het vraagt impliciet van spelers al heel veel. Dus zonder dat wij als trainers, zeg maar, daar heel veel bijdrage in moeten leveren, impliciet spelen ze al tegen fysiekere voorwaarden, hè, dus tegen spelers die fysieke voorwaarden hebben. Waardoor ze explosiever moeten vrijlopen. Als ze moeten dualeren, moet dat echt als een Spartaan. Dus alles moet op een hoge intensiteit en maximaal worden uitgevoerd. En je ziet dat we soms handen en voeten nodig hebben. En dat is wel wat we vragen van spelers. Plus, dat je ziet dat we in kwaliteit aan de bal zijn we vaak beter. Dat lijkt me ook logisch. Dus we zijn ook dominanter. Dus ook is er ruimte voor die wapens maximaal te blijven ontwikkelen. Ja, en dat zijn echt, ja, als ik nu kijk in vergelijking met hoe het was, maken we daar een enorme sprong in. Plus, dat we ook nog in deze huidige tijd leven we ook natuurlijk nog dat het niet meer reëel is dat we spelers naar Limburg laten gaan of naar Zwolle of naar Leeuwarden om daar een wedstrijd te gaan spelen van de pupillen. Het vraagt van ouders 2 uur rijden alleen maar heen, 2 uur nog terug voor 4 keer een kwartier. Dus het is zo dat we zitten natuurlijk in een hele mooie regio, een hele kwalitatief goede regio, hè, talentvolle regio. Dus ja, we hebben eigenlijk altijd de juiste weerstand hier in deze regio met top amateurs. En soms heeft bijvoorbeeld een amateurclub ook gewoon een hele goede lichting waar we dan tegen spelen. Dus die weerstand vinden we vanzelf wel. Maar belangrijk is ook om aan te geven dat we het niet vinden kunnen in deze huidige tijd om ouders, zeg maar, de hele dag kwijt te laten zijn en benzinekosten ook. Maar dat is niet de allerbelangrijkste reden, maar het is een mooie bijkomstigheid. Dus ja, het liefst zou ik dat ook willen voor de onder 12, maar dat is gewoon niet haalbaar, want dan moet je onder 13 gaan spelen. En wij geloven niet binnen onze visie dat 11 tegen 11 past nu voor de leeftijdscategorie onder 12. Ja, en voor de oplettende kijker en volger van de jeugdopleiding en vooral van de onderbouw, zien we ook geen uitslagen meer voorbij komen in het wedstrijdverslag. Wat is daar de reden van? Want daar zit ook een beleidsmatige keuze achter. Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk geeft die uitslag van een zaterdag een vertekend beeld van de realiteit wat plaatsvindt tijdens een wedstrijdactiviteit. En ik ga uitleggen hoe dat in elkaar zit. Als wij vinden dat het voor een individu beter is in zijn ontwikkeling om bijvoorbeeld binnen zijn leerdoelen, binnen verdedigen, bijvoorbeeld in ondertal te verdedigen, kunnen wij als trainers de keuze maken om gewoon tijdens een wedstrijdactiviteit een speler eruit te halen. Of we kunnen ervoor kiezen dat we zeggen, oké, hij moet nog meer werken aan zijn mindere been. Je mag alleen maar scoren met je mindere been. Oké, wat maakt dat als hij misschien met zijn sterke been zou doen, misschien 3-4 goals extra zou maken. Dus wat we doen is continu maatwerk leveren. Voor het individu. Wat maakt dat die score is helemaal niet reëel aan de verhouding van weerstand. Dus ontwikkelen staat centraal, maar winnen van wedstrijden voor kinderen moet er wel altijd in blijven. Dus als je ook ziet, we zien een wedstrijdactiviteit als een trainingsactiviteit. Alles wat we doen is winnen verliezen. Dus als je kijkt naar de start van de training bij bijvoorbeeld onder 9 of onder 10, zitten er altijd spelelementen in waar kinderen kunnen winnen en verliezen. Dus dat is ook een manier van ontwikkelen, maar het is belangrijk, want vaak ook gaan ouders een bepaald gedrag vertonen omdat wedstrijden moeten worden gewonnen
Trainers gaan vaak een bepaald gedrag tonen. Nou, gelukkig hebben we kwalitatief hele goede staf die daar heel goed mee omgaat. Dus het geeft een bepaald environment, het geeft een bepaalde omgeving die we willen creëren, waarin in rust alle kinderen gewoon zich lekker ontwikkelen. Zonder dat iemand naar de uitslag kijkt van Sparta onder 11 tegen VOC onder 12, waarin de 20-2 is geworden voor VOC. Ja, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou zo zijn dat een amateurclub wint van een BVO? Nou, kan je vertellen hoe het komt? Omdat wij vinden dat alle spelers moeten aangesloten zijn over de middenlijn. En anders telt het doelpunt voor 2 voor VOC. En die scoren we, die delen we ook. Hè, dus het zit hem puur in het ontwikkelen van spelers. Dus ja, daarin maken we een hele mooie slag. Ja, en pak een beet. Over een half jaar hopelijk, aan het begin van het nieuwe seizoen, het nieuwe nieuw te brengen. Laten we het zo maar even noemen. Momenteel spelen jullie bij PPC in Schiedam. Ja. Hoe is die omschakeling geweest voor jullie? Ja, nou, ik ben sowieso iemand die heel laagdrempelig is. En je hebt alleen maar invloed op je eigen handelen. En wat ik al aangegeven heb, daarin hebben we zelf een hele sterke visie. Dus daarin hebben we gewoon een voetbalveld nodig, juiste mensen en voetballen. En we hebben kwaliteit spelers, dus we kunnen volledig aan de slag. Ik moet je bij deze wel zeggen dat ik heel veel respect heb voor PPC, in ons geval dan bij de onderbouw. Die hebben ons ontvangen als hun eigen kind. We kunnen overal gebruik van maken. Het is een geweldige locatie, midden in de bossen. Dus de omgeving is ook veilig voor kinderen. Dus ja, eerlijk gezegd moet ik je zeggen dat die omschakeling heel makkelijk is gegaan. Maar wat ik jou aangeef, ja, ik ben heel blij bij PPC. En laat ze het maar vooral goed afleveren bij Te Bregge. Tot die tijd genieten wij van het zijn bij PPC. Nou, dan gaat het wel goed komen de komende maanden, denk ik. We gaan lekker door met ontwikkelen, we gaan lekker door met de dingen waar we mee bezig zijn. Oog houden en ruimte voor verbetering. Maar we zijn fantastisch bezig, kan ik je zeggen, Tim. Top, succes nog. Dankjewel.